Kort. En Kort kende de artiesten niet. Floor Jansen kende het programma niet. Maar toen de operazanger en de metalzangeres 2 jaar geleden het podium van het populaire programma Beste Zangers betraden, gebeurde er iets magisch. 1,4 miljoen mensen zagen hoe de twee op een weergeloze wijze het nummer Phantom of the Opera ten gehore brachten. Zelfs buiten de landsgrenzen werd er ademloos meegekeken. Amazing. She's amazing. Look at them! In all your fantasies, you always know. Whoa. Didn't expect that girl. Anyways, I'm going back because, God, isn't this just the grittiest Phantom you've ever had? She's going higher. Inmiddels zijn ze ook goede vrienden geworden en nu hier aan tafel Henk Poort en Floor Jansen. Floor, zo'n uithaal, is dat iets waar je dan urenlang warme thee met honing voor moet drinken, moet opwarmen, stembanden opwarmen, of kan het zomaar acuut midden in de McDonald's? Ja hoor. Nou, ja? Wij zullen je niet zo gauw in de McDonald's vinden, maar meestal doet hij het wel. Gewoon zomaar? Stem. Nou, graag met een beetje opwarming. Ja, ja, dat is ook beter voor je stem. Jawel, ja. Maar het zit er gelukkig op. Daar heb ik veel geluk mee. En doe je het ook wel eens gewoon om mensen gek te maken? Gewoon uit het niets? Nee. Zou ik namelijk wel doen. Als ik dat kon, zou ik het echt voortdurend doen. Ja. Denk ik echt. Toch, Ik ben inmiddels 40. Misschien ben ik die speelsheid kwijt. Ik weet niet. Ik heb meestal... Floor? Oké, maar dan ben ik een beetje infantiel. dat mag er zijn. Henk, dit optreden is al meer dan, in Beste Zangers, meer dan 16 miljoen keer bekeken. Had jij ooit kunnen bevroeden dat wereldwijd überhaupt zoveel bekeken zou worden? Nee. Ik ben er nog steeds ongelooflijk trots op. En ik sta ook soms versteld. Want wat we net zagen van die mensen die dan commentaar geven, de zogenaamde specialisten, om het even zo te zeggen. Ik heb er natuurlijk best wel af en toe naar gekeken. En dat streelt ook ontzettend je ego. Maar het is ongelooflijk. Maar het was gewoon een magisch moment. Je moet je voorstellen, wij waren daar op Ibiza. En wij waren als laatste met ons duet, want het was een duettenaflevering. En ja, je kan het zelfs nog zien als je goed naar de clip kijkt. Het onweerde en de regen. Het brak. Het water liep. Water liep echt met z'n bakken naar beneden. Het was ongelooflijk. En we dachten van, oh, als het daar nog harder gaat regenen, kunnen we de duet niet zingen. En we hadden natuurlijk een repetitie gehad 's middags. En ik dacht, nou ja, dit gaat ongelooflijk. Dat gaat iets magisch worden. Ja. En ik dacht, oh, het zal toch niet waar zijn dat die regen de boel tegen gaat houden. Maar godzijdank niet. Maar dat heeft bijna een soort mythische, bijbelse omveld voordat zoiets gebeurt. Zo klinkt het. Ja. Door dit optreden, Floor, leert Nederland je kennen. Veel beter dan ze je daarvoor kennen. Je kreeg ook de popprijs. In het juryrapport staat het volgende. Floor Jansen heeft zich bewezen als een van de beste, meest veelzijdige zangeressen in Nederland. De jury waardeerde dat haar muziek een verbindende kracht heeft voorbij de subcultuur. Ja, dat was een ongelooflijk compliment. Ja. Ik doe dit stiekem al 20 jaar. En het was heel erg moeilijk om Nederland ervan te overtuigen dat metal niet per se alleen maar ongenuanceerde herrie was. En nou kon ik eigenlijk op een hele andere manier laten zien wat het betekende. En ja, ik had nog geen idee wat het voor een effect zou hebben. En een week per week dat de Beste Zangers op televisie kwam, werd er meer en meer enthousiasme. Kwam terug vanuit Nederland. Ik ben een internationale artiest. Dus het internationale, ja, dat klinkt nou heel gek dan om te zeggen, dat was ik meer gewend dan al die lof vanuit Nederland. Vanuit huis, ja. Ja, god, en we wisten natuurlijk wat we inmiddels gedaan hadden. Wat Phantom of the Opera kon brengen. Ja, maar dat het dit zou gaan doen, ja. Die strijd, die 20 jaar, zeg maar, om iedereen te overtuigen dat het niet zomaar herrie is. Had je dat opgegeven eigenlijk voor die tijd? Had je zoiets van, dan maar niet, dan weet niet iedereen dat? Oh, al jaren, ja. Ik was ook al jaren weg uit Nederland. De hele wereld over. En natuurlijk, maar ik blijf wel Nederlandse.
En al zing ik in een Finse band en al woon ik in Zweden. Natuurlijk wil je heel graag dat mensen thuis... Toch wel, natuurlijk. Dus ik was ook wel heel trots dat, dat ik... Goh, jeetje, nou, nu kan het dus wel. En niet alleen met covers van andere dingen, maar ook wel... Nou, je ziet wat van onszelf. Dat er toch wat meer openheid kwam. Ja. En dat is heel mooi. Nederland is natuurlijk open land. De emanciperende werking van beste zangers. Tijdens de pandemie, toch, hebben jullie een opvolger voor Phantom of the Opera uitgebracht. Het lied Dangerous Game uit de musical Jekyll and Hyde. Toch zijn jullie een onwaarschijnlijk duo uiteindelijk, maar jullie hebben elkaar gevonden, op muzikale van natuurlijk, maar ook in jullie verstandhouding als mensen. Hoe zou je het omschrijven? Ja, vanaf het eerste moment, ik bedoel, ik kende Floor helemaal niet, hè. Ik wist absoluut niet wie Floor Jansen was, geen idee. En er werd gezegd bij de beste zangers, ja, Floor Jansen doet mee. Wie? Floor Jansen? Oh, Floor Jansen. Ja, want die heeft jou gezien in Phantom of the Opera en die wil dan dat duet met jou zingen. Ja, oké, prima. Maar toen gingen we dus op Ibiza. Het was de eerste keer dat we elkaar überhaupt zagen. En dat we hebben eigenlijk één repetitie gehad. En dan voel je gewoon dat daar iets gebeurt. Dat gebeurt heel sporadisch. Kijk, weet je, een duet zingen is dat proberen van twee stemmen één stem te maken. En dat naar een hoogtepunt te brengen. En dan, ja, dat is extase, precies. Ja. En dat gebeurde gewoon. Nou, wat in deze verstandhouding tussen deze vriendschap, wat betekent Henk voor jou? Nou, voor mij was Henk, zoals Henk al zei, de Henk Poort van The Phantom of the Opera. Dat heb ik helemaal grijs gedraaid als jonge tiener. En ik wilde wat meezingen, dat wil ik ook kunnen. En toen ik hoorde dat Henk meedeed, was ik wauw. Henk heeft een geweldig gevoel voor humor. Dus al heel snel klikten wij daar wel. En wat hij net beschreef, het moment dat je samen iets gaat doen... Dat kun je niet programmeren, dat kun je niet plannen. Ineens was daar iets. En keek je tegen hem op eigenlijk? Ja. Had je ook een beetje een crush? Dat zou ik wel ver kunnen gaan, maar... dat kan toch? Lennie, nee, maar niet op die manier. Hallo, ik had de vader... Oh ja, oké. Okay. Mijn pa en hij gaan heel goed samen. Ja. Dus nee, helemaal niet zo, maar wel... Je kan wel een passievolle relatie hebben zonder dat op die manier... Maar ja, dat was gewoon vuurwerk. Ja. Ik heb het gevoel dat ik je al heel lang ken. En dat had ik al heel snel. En toen wij samen gingen zingen, ja, dat was gewoon... Ja, en dat is het gave van muziek. En dat is het ook mooie van het intermenselijke. Dat kun je niet plannen, dat kun je niet maken, dat is er wel of niet. En dat is er sindsdien ook. Ja. Het opmerkelijke is dat aan de ene kant metal, aan de andere kant musical. Er zijn natuurlijk een heleboel mensen die vinden musical verschrikkelijk. En metal aan de andere kant, dat jij bent dan zo, hebt zo'n breed spectrum, dat is echt absurd. Ja, het is mooi dat het uiteindelijk dus helemaal niet meer uitmaakt in welk hokje dat het geduwd werd. Dat het eigenlijk muziek, je weet wat is, ik zei, hè? Het zijn mensen. Het is mijn motto. Goede muziek is goede muziek. Punt. Ja, daar zit het. Maakt de genre niet uit. Je staat straks in Carré met jouw helden. Ja. Is er, die zijn heel uiteenlopend. Is er een soort rode draad, een vaste ingrediënt? Nou, weet je, toen ik gevraagd werd voor de beste zangers, toen moest ik bedenken wie mijn helden waren. En ik was op dat moment bezig met mijn tweede solovoorstelling te schrijven. En toen dacht ik, het is best een leuk idee om het over... die helden dan te hebben. En mijn helden zijn Johnny Jordaan, Willy Alberti, Tito Gobbi. Tito Gobbi is een operazanger, wat mijn held is. En Maria Callas, Vincent van Gogh, Johan Cruijff. Vincent van Gogh, ja. Ik heb misschien wel 30 jaar geleden geprobeerd om een musical over Vincent van Gogh te schrijven. Maar er is zoveel bekend van die man, dat je niet weet waar je moet beginnen. En toen ik werd gevraagd bij de beste zangers... Ik meen dat het voor Tim was, zijn ouders draaiden altijd Don McLean. En toen zei ze, ja, maar we zouden het liever in het Nederlands willen. En toen had ik degene die mijn voorstelling geschreven heeft, Koen van Dijk, die zei, ik wil wel een Nederlandse tekst voor je schrijven, maar Martine Bijl heeft zo'n mooie tekst geschreven van Vincent. Luister daar eens naar. Nou, en die heb ik gebruikt en die zit ook weer in die voorstelling. En je neemt Floor ook mee? Het grappige was dat ik heb met Floor 10 concerten gedaan. En
wat een ongelooflijk feest was. En toen zei ik tegen Floor, wil je dan niet, ook niet een keertje bij mij in mijn voorstelling? Nou, dat hebben we ooit bij Jeroen Pauw geroepen, 1,5 jaar geleden. En een kwartier later was de voorstelling uitverkocht. Klopt, ja. Dus, toen kwam er even wat tussendoor. Ja, precies. En nu roepen we het bij jou. En er zijn nog een paar kaartjes te kopen. 10 en 11. Ik begrijp het. Laten we hopen dat we dicht bij elkaar kunnen zitten. Dat we dicht bij elkaar kunnen zitten. Ja. Iets anders voor je. Je gaat ook nog meedoen aan de Duitse versie van Beste Zangers. Sing Meinem Song. Ja. Dus je bent een Nederlandse vrouw en een Finse metalband die woont in Zweden, die nu mee gaat doen aan een Duits programma. Ja. Ik probeer het allemaal te verwerken. Ja. Wat als je daar een andere Henk Poort tegenkomt? Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Maar één echte Henk. Ja, ik heb wel geschreven toen het eenmaal bekend was van Henk. Sorry, ik ga vreemd. Nee, dat bestaat natuurlijk niet. Maar het is wel heel leuk om ook buiten de grenzen van Nederland wederom het internationale. Ben je niet benieuwd of je nog een keer zo'n magische connectie met iemand kan hebben? Nee, want zoiets, zoals ik net al zei, het valt niet te plannen. Dus ik hoop het wel. Ik had wel een klik met veel van de muziek. Ik moest helemaal duiken in weer allemaal genres die mij onbekend zijn. Mm-hmm. En dat vind in het ik wel Duits? Heel, en meeste absoluut in het Duits, dus ik moet nog even op les. Maar ik vind het te gek en een eer dat ze me gevraagd hebben. Want het zegt iets over de internationale status van een band als Nightwish. En inmiddels doe ik als solo-artiest ook heel veel. Dus ik wil heel graag volgend jaar in het voorjaar mijn eerste solo-song releasen. En dat ik dat dan kan doen met dit soort dingen erbij. Ja, dat is een grote eer. Twee gelukkige mensen hier aan tafel, zou ik zeggen. Ja. Zoals gezegd, Henk en Floor staan samen op 10 en 11 november in Koninklijk Theater. Ga nog kaarten? Dank jullie wel. Check, hou op. Een opmerkelijke video van Mark Rutte online verschenen. Het eerlijke verhaal is dat de aarde gevaarlijk snel opwarmt. Het eerlijke verhaal is dat corona een crisis van kleuterformaat was vergeleken bij wat ons nog te wachten staat door klimaatverandering. Laten we hopen dat deze toespraak snel echt wordt. Want dit was niet echt, hè? Ik ben niet Mark Rutte. Hopsietje. Ja, dit is een filmpje van journalistiek platform De Correspondent. En dit is een deepfake video natuurlijk. Ze plaatsen het om aandacht te vragen voor het klimaat. Wat denk je? Ja, het mooie is wel dat hetgene wat hij eigenlijk wilde roepen was dus met z'n allen eigenlijk over het klimaat na moeten denken. Dat we dat hopelijk ook nog aan het doen zijn. Tussen half deepfake door. Want dat is volgens mij niet deepfake. Nee, nou dan heeft het toch gewerkt. Als dit is iets wat jij eraan overhoudt en wat je dan zegt, dan is het effectief geweest. Ja, ik maak me wat minder zorgen over deepfake en wat meer over het klimaat, eerlijk gezegd. Ja. Dat is ook wel gezond. Ja. Vanavond is de laatste aflevering van het programma Beste Zangers van dit seizoen. Presentator en zanger Jan Smit deelde deze backstage video waarin we zien dat er alvast een klein feestje is gevierd. Is dit representatief voor hoe het eraan toe gaat aan het eindvloer? Bij Beste Zangers, het eindfeest? Ons beter. Ja, was het ruiger? Oh ja, ik als iemand die standaard onder een steen leeft, voor het eerst van de snorbolletjes gekomen. En er was iets met een liedje van links naar rechts. Ik snap er helemaal niks van. Maar iedereen kent het, iedereen stond te dansen. En ik had echt zoiets van, wat gebeurt hier? Waar, geef mij nog maar een glaasje van wat jullie al wel hebben gehad en ik duidelijk niet. Het was wel heel gezellig. Maar dit was bij de visagie, geloof ik, voordat ze de laatste... Zie Hans Kert zwingen. Ja. Ja.